Rijtuig 18, plaats 63. En I'm just putting my dad on that. De zweetdruppels let ik ook van mijn leven. Goedemorgen, het is vandaag vakantie. Dit is mijn travel outfit. We zijn net uitgestapt. Ik had echt geen idee wat er aan de hand was. Ik lag lekker te slapen. Opeens hoor ik geschreeuw. Die man die roept wat om. Maar ik heb geen idee wat. En opeens ging iedereen die bus uit. Dus ik dacht, ja weet je, ik ga ook wel gewoon die bus uit. Ik heb geen idee waar we zijn. Dus ergens op een truckstop hier in Frankrijk. Ik dacht eerst, joh, ik slaap lekker verder. Maar iedereen ging die bus uit. En ik was ook wel wakker. Dus ik dacht, weet je, ik ga ook gewoon die bus uit. Ik wilde even opzoeken waar we nu zijn. Maar ik heb mijn telefoon in de bus gelaten. Dus dat feest gaat niet door. Ik kan mijn haastwerk ook niet vinden. Ik ga even bij die... busje voor uit je pizza. Monsieur, est-ce que tu as un feu? Un feu? Ah oui, un feu. Ah. Oh bah tiens. Ik werd dus wakker en ik dacht dat ze ons gingen stoppen voor een ID-controle of zo. Of coronacontrole. Want ja, zo'n hele bus voor jongeren. Die coronaregels worden hier trouwens echt volledig aan de laars gelapt. Er staat dat je een mondkapje op moet de hele reis. Nou. Meer dan de helft van de bus heeft hem gewoon afgezet. Toen ik de bus weer ging, werd er niet gevraagd naar een check. Ik had die corona-app klaarstaan met mijn QR-code. Nou, niks gevraagd of ik gevaccineerd was. Of ik een test heb gedaan. Helemaal niks. Ik hoefde alleen maar mijn kaartje te laten zien en kon gewoon instappen. Ze hebben niet eens mijn ID gecheckt. Voor wat zij weten nemen ze een illegale persoon mee de grens over. Dat kan toch niet? Nou, ik loop net die winkel uit. What the fuck, er stonden echt allemaal blikken bier opgestapeld, maar echt fucking veel. Ze verkochten er ook sloffen. Een guy voor mij, hij kocht een hele doos met peuken. Niet eens een slof, gewoon een doos met sloffen. Echt niet normaal, maar ik ga die bus weer in. Rijtuig 18, plaats 63. Ik ben aangekomen op Valence. Het is inmiddels 1 uur 's middags. Ik ben volledig gecrashed. Ik ben op de grond hier gaan zitten voor het busstation. Al mijn spullen liggen om mij heen. Ik heb gewoon nog geen koffie gedronken. Want de bus die stopte steeds gewoon op een random halte. Niet op een station of zo. Dus daar kon je geen koffie halen. En in de trein had ik steeds maar 10 minuutjes overstaptijd, dus daar kon ik ook geen koffie halen. Mijn bus gaat hier weg om 2:10 en die komt om 3:15 aan in Saint-Jean. En er zijn eigenlijk 3 opties. Optie 1 is de bus rijdt gewoon door naar Espinel. Optie 2, ik ga vanaf Saint-Jean lopen naar de camping, maar dat is best gevaarlijk want het is naast de weg en er zit niet echt een voetpad. Of optie 3, Gwendoline, Margot, Bart en Daphne en Ismee, die zijn vandaag in Saint-Jean en die gaan daar lunchen. Dus die zeiden, hey, misschien kunnen we een taxi terugnemen met z'n allen. Ik heb hem aan de praat gekregen. Hoe erg stom je wortel niet te schillen. Ik heb geen schiller mee namelijk. Ik snij toch op de grond, want ik heb geen plank. Dus dan kan ik net zo goed de schiller op laten zitten.
Nou, ik denk dat het klaar is. Rijst met wortel en paprika en sojasaus. Ik ben echt benieuwd. Volgens mij is dit shit. Wat is het voor mij? Holy shit, dat valt nog echt mee. Bonjour. €8,20 s'il vous plaît. Oh, ik dacht even dat dit een riet was. Oh, wel erg zoet. Maar wel lekker. Hoi. Wat? Welkom bij de vlog. We zitten in het hele hete. En I'm just sipping my dark cola. Hoe zoen je het? Ja, de lens te draaien. Dit? De lens. Oh. Maar je staat altijd normaal. Heb je nu partij helemaal ingezoomd? Dit is weggelegd voor jou. Nou, dit is hoe boodschappen doen met een man eruit ziet. Hij draagt gewoon alle tas. Er zitten minstens 15 flessen drank in. Bart, doe normaal hier. Laat me helpen. Jawel, wij kunnen er ook wel een. Nou, we lopen terug. We lopen naar de bushalte van de markt in die. Die markt was eigenlijk al een beetje afgelopen toen we daar kwamen. Een beetje een faal. Oh, is hier al de bus? Ik dacht dat we echt nog 20 minuten moesten lopen. Bart loopt met allebei de tassen met echt 15 flessen drank erin. Helemaal gestoord. Het is ook veel te zwaar. We zeggen de hele tijd, we geven het aan ons. Maar nee, he's a stubborn ass bitch. Moet ik echt niet eentje? Ja, pak maar. Toch wel? I tried my best. No problem. Mannelijk in de zin, zo mild. Volgens die man is het dus €4 om naar SNL te gaan. €4. En we zijn met 4 mensen. Nou, het is nog niet een euro per persoon. Dat is zoveel te weinig. Klopt helemaal niks van. Alleen Belvedere, ik denk dat het eigenlijk exact hetzelfde is. Van water met alcohol. Nou, vodka, echt een scam. Zie je, is dat gewoon hier? Wat is er voor ongein? Goedemorgen, het is vandaag donderdag 22 juli. Iedereen is echt fucking brak van het kampvuur en zuipen gisteren. En daarom gaat Quenolin nu
glas sangria atten voor 5 euro. Maar zonder billetje erbij? Wel. Wat jij wil. Je mag het al maken. Ik moet eerst even een rustig slokje nemen. Als het echt gaat kosten. Je krijgt 5 euro. Dank je. Nou, je zit in het gras. Nee, ik kan het niet. Jawel. Jawel. Kom op. Grote speler. En moet je al... Netjes. Lekker een slokje drijfzap. Dat is ook een kleine op. Voor mijn rapport. Hier. Alsjeblieft. Dankjewel. Zijn nieuwe ringen. Ja. Ik ben even een wandelingetje aan het maken. Ik heb geen idee waar ik ben. Ik ben in een of andere boomgaard geland. Ik loop vanaf de camping eigenlijk op de Bonnefoy langs de weg. Ik trok het niet meer op de camping. Het is zo heet. En eigenlijk niets te doen. Ik was in het water. Maar ja, dan ga je zwemmen. En dan ben je 2 minuten op de kant. En dan heb je het alweer zo gigantisch heet dat je er weer in kunt gaan. En zo blijf je bezig. Het is 33 graden vandaag. Alleen, gek genoeg, als ik zo loop in de schaduw, valt het heel erg mee. Ik vind het cooler dan dat ik bij het strandje lig. Te smelten. Jezus, wat overdreven. Get it together. Pap en mam die komen zo aan. Verwacht eigenlijk dat zij er zijn als ik terugkom. Ik weet niet of ik hier nu zo terug de weg op kan. Ik zie nogal veel planten. Privéterrein. Oeps. Nou ja, ik ging toch al weg. Vanaf de camping waar wij staan kun je eigenlijk 2 kanten op. Of je kan naar rechts, naar het dorpje boven de camping. Daar ben ik al enige keren geweest. Of je kunt naar links. En er staan een aantal andere dorpjes op het bord. Alleen er staan niet bij hoeveel kilometer. Volgens mij is dat uit in de berm. Er staan niet bij hoeveel kilometer die dorpjes zijn. Dus ik dacht, ja, Espinel heb ik nou wel gezien. Ik ga gewoon die andere kant uitlopen en ik zie wel waar ik uitkom. Voor een idee van hoe warm ik het heb. Het zweet druppelt letterlijk overal naar beneden. Ik probeer rustig te lopen en ik ben in de schaduw, maar holy hell. Het is zo ontzettend warm. Dit vind ik een van de toffe dingen aan Frankrijk. Dat u overal nog hoogspanningsmasten hebt. Dat alle elektriciteit hier nog altijd boven de grond zit. Overal palen en draadjes. Zo vet. In Nederland zie je dat niet meer. Ik loop nu al ongeveer 1 uur in de zijlijn van de berm. Wat ik het engst vind aan dit soort weggetjes is dat er overal bochten zitten en dat je dus niet kan zien of er auto's aankomen en de auto's kunnen jou ook niet zien. Ik spring gewoon steeds in de berm. Oh, dit is een heel mooi uitkijkpunt. Ik begon deze wandeling eigenlijk met het doel te wandelen naar het eerstvolgende dorpje. Maar misschien is dat wel 10 kilometer verderop. Oh, uitzicht is hier nog mooier. Belachelijk. Ik hoor auto's, daarna ga ik even...
er waren echt mega veel bijen, dus ik dacht, oehoe, ik ga maar weer. Oké. Nou, niet echt, hè. Boeien. Er is hier helemaal niemand. Behalve het hele internet. Ik vind het eigenlijk heel vervelend om mijn telefoon mee te hebben als ik zoiets ga doen, maar straks stort ik opeens in de bij. Oh, ik zit er nog best wel ver vanaf, zie ik. Hoe ben ik ook gelopen? Wat is dit? De camping waar ik sta, dat is deze hier. En het eerstvolgende dorpje is Vergenie. Volgens mij is dat... Wie? Ja. Ik zit dus ongeveer midden tussen Espinel en Vergenie in. Nou, ik ga echt niet. Hé, ik ga van mij af. Ik denk dat ik het plan om het volgende dorp te bereiken moet laten gaan. Ik zit wel dicht bij de Roanne. Ik zou kunnen kijken of ik daarheen kan gaan, maar dan moet ik wel even met de kaart een stukje lopen. Het is inmiddels wat afgekoeld. Het is 5:50. Maar het is wel nog steeds 31 graden. Ik moet hier omhoog. Voor de Roanne. Kijk nou, midden in de bergen staat er een brievenbus. Wie gaat er nou hierheen om zijn post op de bus te doen? Hij wordt ook nog eens dagelijks om 8:00 geleegd. Nou, waarom precies weet ik niet, maar schattig is het wel. Een bord. Ben ik ergens? Voor, jammer, het is gewoon het bos. Op deze manier kom ik maar met 20.000 stappen.